Op 20 oktober van dit jaar is het 170 jaar geleden dat de Chinezen zich vestigden in Suriname. Zij interageerden en vermenigvuldigden zich en leefden in harmonie met de rest van de Surinaamse gemeenschap. Generatie op generatie hebben Chinezen een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale en economische ontwikkeling van Suriname. Ik vroeg aan mijn moeder en mijn grootmoeder, mam, waarom moet ik de Chinese winkelier Omu noemen? Omu is namelijk onkel. Omu in de Afro-Surinaamse cultuur is dat meestal de broer van jouw moeder die bij problemen inspringt om het gezin verder te onderhouden en verder te ondersteunen. Dus toen ik dat begreep op 12-jarige leeftijd, vroeg ik me af, maar waarom is hij mijn Omu dan? En toen nam mijn grootmoeder een schrift en daarop stond geschreven als titel Omu. En die zei, van als wij gegeten hebben en we gaan naar de shop bij de winkel op de hoek, dan vraag je aan Omu, ik schrijf een paar dingen voor je op en dan gaat Omu jou die dingen meegeven en we kunnen eind van de maand betalen. Daarom is hij Omu. Omu was dus eigenlijk geïntegreerd in de neighborhood. Omu leefde binnen de neighborhood en was eigenlijk direct onderdeel van de woonomgeving van alle Surinamers die in die omgeving werkten. Omdat Omu allemaal ondersteunde wanneer de nood het hoogst was. Dus Omu was vanaf het begin Surinamer. Zelfs zo ver geïntegreerd dat Omu af en toe, dat enkele Omu's getrouwd zijn met mensen van Afro-Surinaamse afkomst in die tijd. Vandaar dat collega's van mij, als ik hierbij denk aan collega-adviseur Chindi Psi, die helemaal niet op Chinees lijkt, maar toch wel de naam van Omu heeft gedragen, Chinees, Chin Li Psi. En om dichter bij huis te blijven, mijn vrouw is geboren uit de vrouw die de naam droeg, Li Yong Akong. Dus de eerste zaden gelegd voor natievorming van alle groepen hier in Suriname aanwezig, is bij Omu begonnen, inderdaad bij Omu begonnen. Vandaar dat hij Omu wordt genoemd door de hele Surinaamse gemeenschap op dit moment. Ik wil zeggen, Omu, de Chinese samenleving, heeft zich vanaf het begin totaal geïntegreerd in de Surinaamse samenleving. En laten wij, die later zijn gekomen, dit als voorbeeld gebruiken. Afgelopen 170 jaar hebben onze voorouders hard gewerkt, een nieuwe wereld gecreëerd, in harmonie geleefd met de lokale etnische groepen en samen vooruitgang geboekt, waardoor ze ook een belangrijke etnische groep is geworden in Suriname, een multi-etnisch land. Van contractarbeid tot individuele zakenlieden en nu ook in de bosbouw, mijnbouw, handel, hotels en andere industrieën in Suriname komen zij voor. Wij kunnen niet stil blijven staan en vasthouden aan de kleine kring van Chinezen. Maar wij moeten breder integreren in diverse etnische groepen en uitwisselingen versterken. Wij moeten als Chinezen ook uitkijken naar een betere toekomst. Investering in Suriname om Suriname naar een hoger peil te brengen. Wij moeten ons houden aan regels en legaal te werk gaan om een goed beeld te geven aan de rest van de samenleving.